Zo gaan ze op weg naar de laatste kilometer. Iris de Lietel, Konarev Boko krijgt een koers op maat. Buitenkant gaat nu wel snel naar voren Jack Hanover en die wordt uitgeschakeld vanwege zijn gangen. Rob de Vlieger gaat dit niet voor zijn plezier doen, daar rijden. Die is eruit, daar staat hij al op het dak vanwege onregelmatig draven. En zo ronden ze de bocht en heeft FVKB geen paard meer voor zich en zal hij de rest dus zelf moeten doen. Koorman kijkt achterom, gaat de rechte lijn overzijde in. En leidt nog altijd met Iris de Lietel, dan Konarev Boko, dan Letitia Sunshine en daarachter aan de buitenkant komt Africa B naar voren. Daarachter aan de relingzijde Ideaal, die nog veel over heeft, ook Joint en Sydney heeft genoeg over, maar beide kunnen er niet uit. En Koyman gaat nu versnellen. Plaatst de versnelling op weg naar de laatste bocht. Het gaat dus toch wel degelijk harder dan dat het net ging met Iris de Lietel. En die heeft een lengtevoorsprong. Africa B komt wel dichterbij. Africa B nu op plaats 2. Derde is Konarev Boko. Daarachter gaat ook sterk mee naar voren. Dat is de nummer 9 Invit Keller met Christophe de Puit. Zo gaan ze de laatste bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En de leiding is nog altijd voor Iris de Lietel. Heeft Iris de Lietel nog wat bewaard? Aan de buitenkant Africa B. Het dichttrekhoofdstal is nog niet naar beneden getrokken. Die kan nog naar beneden en dan gaat hij versnellen. Galopade, de laatste bocht van Hasta la Vista. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Iris de Lietel leidt. Daar komt Konarev Boko vrij. Africa B gaat het niet redden. Het is Iris de Lietel en Konarev Boko. Het gaat tussen deze twee. Konarev Boko aan de buitenkant wordt heel snel. Maar Iris de Lietel blijft snel en wint. Konarev Boko is tweede. Derde wordt de 1, Letitia Sunshine. Paard op 100 meter van het startpunt. En de start valt. Goede start aan de binnenkant van de 1, Letitia Sunshine. Letitia Sunshine is op dit moment het snelste bij de bocht, heeft ook de binnenkant. Wie er voorbij wil, zal harder moeten. En er zijn er een paar die dat gaan doen. Aan de buitenkant Konarev Boko, ook Iris de Lietel is onderweg naar voren. En vlak daarachter ligt Ideaal. Dan een gaatje naar Jack Hanover. En dan volgt Jointness Sydney. Voorlaatste op dit moment is Africa B. Maar dan gaan de eerste bocht door. Dan neemt Konarev Boko over en die gaat onmiddellijk afgeven. Robin Bakker heeft al geknikt naar Tom Koyman en die is onderweg naar voren met Iris de Lietel. Iris de Lietel, nieuwe leider. Konarev Boko tweede. Derde plaats erachter voor Letitia Sunshine de 1. Vierde ligt Ideaal. En dan het gaatje naar het tweede peloton. Dat wordt aangevoerd door Jack Hanover. En die wordt gevolgd door Jointness Sydney. Daarachter volgt dan het nummer 7 van Ideaal Paul Fauvier met Gérard Vergaarde. Maar dan gaan de bocht weer in. En Iris de Lietel doet dat als eerste. Iedereen bijna achter elkaar. In de start van het veld ging wel naar het tweede spoor Africa B. Paarden ronden de bocht. En eens kijken of Africa B dan al in beeld komt. Komt toch wel in beeld, maar in de start van het veld nog steeds. Voorlaatste. Tweede spoor. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Leiding in handen van Iris de Lietel. En als we straks de finish passeren, hebben we nog een volledige ronde te gaan. Iris de Lietel houdt het tempo hoog. En aan de buitenkant is Africa B langzaam onderweg naar voren. Jack Hanover ziet hem komen. Tenminste, Jack niet, maar op de vlieger wel. En die gaat ook een half spoortje naar buiten. En die gaat nu het tweede spoor pakken. Gaat voor Africa B uit. Zo ronden ze de bocht. En nog altijd Iris de Lietel. Hier is de Lietel, Konarev Boko, Letitia Sunshine Ideaal. Dan Jack Hanover. Daarachter gaat het gaatje nu in Jointness Sydney. En dan moet de vlieger wel naar buiten. En daarachter ligt Africa B. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune met nog een ronde te gaan. Constant tempo, of het heel hoog is, dat valt te bezien. Maar het is in ieder geval hoog genoeg dat niemand van achteraf heel snel naar voren komt. En zo gaan ze op weg naar de laatste kilometer. Hier is de Lietel. Konarev Boko krijgt een koers op maat. Buitenkant gaat nu wel snel naar voren Jack Hanover en die wordt uitgeschakeld vanwege zijn gangen. Rob de Vlieger gaat dit niet voor zijn plezier doen, daar rijden. Die is eruit, daar staat hij al op het dak vanwege onregelmatig draven. En zo ronden ze de bocht en heeft Africa B geen paard meer voor zich en zal hij de rest dus zelf moeten doen. Koorman kijkt achterom, gaat de rechte lijn overzijde in. En leidt nog altijd met Iris de Lietel, dan Konarev Boko, dan Letitia Sunshine en daarachter aan de buitenkant komt Africa B naar voren. Daarachter aan de relingzijde Ideaal, die nog veel over heeft, ook Jointness Sydney heeft genoeg over, maar beide kunnen er niet uit. En Koyman gaat nu versnellen. Plaatst de versnelling op weg naar de laatste bocht. Het gaat dus toch wel degelijk harder dan dat het net ging met Iris de Lietel. En die heeft een lengtevoorsprong. Africa B komt wel dichterbij. Africa B nu op plaats 2. Derde is Konarev Boko. Daarachter gaat ook sterk mee naar voren. Dat is de nummer 9 Invit Keller met Christophe de Puit.
Zo gaan ze de laatste bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En de leiding is nog altijd voor Iris de Liton. Heeft Iris de Liton nog wat bewaard? Aan de buitenkant Africa B. Het dichttrekhoofdstal is nog niet naar beneden getrokken. Die kan nog naar beneden en dan gaat hij versnellen. Galopade, de laatste bocht van Hasta La Vista. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Iris de Liton leidt. Daar komt Konak F. Boko vrij. Africa B gaat het niet redden. Het is Iris de Liton en Konak F. Boko. Het gaat tussen deze twee. Konak F. Boko aan de buitenkant wordt heel snel. Maar Iris de Liton blijft snel en wint. Konak F. Boko is tweede. Derde wordt de 1, Letina Sunshine.